Oké, welkom bij dit tweede deel van het tweede hoofdstuk en dat gaat over hoe dat de motor eigenlijk werkt. Nu, in de vorige video dan hebben wij eigenlijk 55 minuten plezier gehad in het ontleden van de motor en wat hebben over wat veralgemeende dingen en motoronderdelen. In deze video gaan wij daarop volledig verder gaan, alsof dat er niets gebeurd is. Alleen, uiteraard, is dit een beetje interessanter voor de meesten, omdat, ja, een 2 uur lange video wil niemand zien. En 1 uur is al redelijk lang. Maar als je wilt bijleren, dit is de serie voor jou over bootmotoren. Dus laten we van start gaan. Hebben jullie de vorige delen nog niet gezien? Ga die kijken, want je kan hier niets komen doen zonder die vorige delen bezien te hebben. Dus oké, daar gaan we dan. Eigenschappen benzine. Dus we gaan het nu gaan hebben over benzine, diesel, wat zijn deze elementaire technologieën? Wat moeten we ervan weten? Wat moeten we ervan snappen? Benzine, dat is vluchtig. En de gassen zijn licht ontvlambaar. Dus dat is het eerste wat je goed moet snappen. Dus benzine, als we benzine eigenlijk ontsteken, het is niet echt de vloeistof dat we ontsteken, het zijn meer de gassen dat eruit vrijkomen. Dus het is zeer belangrijk dat je dat snapt. De ontbranding, die moeten we dus controleren met een ontsteking door een bougie. Dus een bougie, dat is ook wel een ontstekingkaars genoemd, die moeten we daarmee gaan controleren. Als wij dat niet doen, dan gaat er niets gebeuren, want benzine op zich, zeker met de compressie dat wij er gaan opzetten, die gaat van zichzelf nooit ontbranden. Dus weet dat. We hebben een bougie nodig, dus we hebben een ontstekingssysteem nodig die op het juiste moment onze ontsteking gaat geven. Die gaat zeggen: nu moet je ontbranden aan de benzine die samengedrukt is. Nu de minimale compressie. Nu, waarom gaan we het hebben over compressie? Dat is belangrijk. Dat is 100 psi. Nu psi, dat is weer een Amerikaanse maat. De reden waarom ik psi erbij zet, dat is omdat de meeste mensen ja, als je met Mercury werkt, Mercruiser, Mercury en andere Amerikaanse merken, dan gaat vaak in de handleiding alles in PSI staan. Dat is redelijk lastig, dus daarom zet ik PSI er nogmaals bij. En daarnaast zet ik een meer begrijpbare, hier een begrijpbare eenheid erbij. Dat is 7 bar. Dus alles onder de 7 bar ontsteekt slecht tot niet. Dat eigenlijk dus. Een standaard heeft dus een benzinemotor 7 bar nodig. Als die niet haalt, heb je een onvolledige verbranding tot zelfs geen ontbranding. Dus weet dat. Maar de meeste bootmotoren zitten ongeveer 115 psi, 8 bar ongeveer. Nu, dat kan hoger zijn, dus dat kan aan de hand van de situatie 125. Hè, bijvoorbeeld de laatste compressietest dat ik gedaan heb op bijvoorbeeld onze V6 benzinemotor, dat was 125 psi, hè, of ongeveer 9 bar. Hè. Dus weet dat kan iets hoger zijn, dat is geen probleem, hè, zolang dat het maar niet te laag is. Hè. Als je lager gaat in compressie, dan weet je dat je een probleem hebt. Een klep die niet goed afsluit. Kan van alles zijn. Hè. Het maximaal verschil tussen cilinders mag maar 10-15% zijn. Weet dat? Benzine, 10-15%. Als je een cilinder hebt die plots enorm verschillend is, dat is alarmerend. Dat moet je nakijken. Het kan een klep zijn die niet goed afsluit. Het kan iets anders zijn. Het kan een scheurtje zijn in het motorblok. Het kan een zuigerring zijn die niet goed meer, die niet meer afsluit, of het kan van alles zijn. Hè. Dus dan weet je, je gaat moeten zoeken van compressie, wat kan het zijn? We gaan het eerst hebben over de benzine tweetaktmotoren. En tweetaktmotoren, waarom gaan we met benzine tweetakt als eerste? Omdat tweetaktmotoren zeer simpele motoren zijn. En simpele motoren, je kan zeggen, wat bedoel je daar toch mee met simpele motoren? Wel, tweetakt, dat is een van de eerste vormen van benzinemotoren die dat er ooit bestaan hebben, omdat ze zijn heel simpel in gebruik. En ze zijn niet moeilijk om in beweging te houden. Nu, oké, wat zijn de eigenschappen? Ten eerste, kleppen die zijn op zich niet vereist, dus een inlaatklep, een uit... Oeps.
Een inlaatklep, een uitlaatklep is niet vereist. Nu, we gaan ook kijken, dus hier hebben we de brandstoftoevoer eigenlijk, brandstof en lucht. Nu, een heel belangrijke eigenschap aan tweetaktmotoren is dat je eigenlijk, want je zegt, allee, waar is het olie naartoe? Want we hebben toch in de vorige video, hebben we toch gezien dat er olie zit. Ja, wat doet men bij tweetakt? Dan gaat men een speciale smeerolie. Gaat men mengen met de brandstof. En die gaat eigenlijk in het karter alle bewegende onderdelen smeren. Dus het is zeer belangrijk. Het is zeer, zeer belangrijk dat je voldoende smering toelaat in die motor. Dus dat je goed mengt. Weet dat. Ik weet niet dat ik er nog een extra slide over had. Maar je ziet kleppen op zich niet vereist. En we gaan eigenlijk een tweetaktmotor, waarom noemen we dat tweetakt? Dat is ook een zeer belangrijke. Tweetakt vervang dat gewoon in je hoofd door twee slagmotor. Nu, wat is een slag? Een slag is wanneer wanneer een zuiger een opwaartse of een neerwaartse beweging maakt. Dat is één slag. En eigenlijk één volledige rotatie, dus één volledige periode, bestaat uit twee slagen. Dus met één slag, dus wat zie je? Ontsteking. Hij krijgt brandstof, de uitlaat is weg. Hij komt weer terug naar boven, hij ontsteekt. Hij gaat weer een arbeidsslag omlaag. Hij gaat weer samen, ontsteking. En dus alles gebeurt in twee slagen. Een opwaartse slag en een neerwaartse slag. En dan ben je rond. Nu, dit is een iets theoretischer model van een tweeslagmotor. Ik ga heel eerlijk zijn. Nu, deze theoretisch model, waarom? Omdat de meeste tweeslagmotoren, die hebben bovenop de zuiger eigenlijk zo een... Die hebben daar net een bergje op. En het grootste ruimte van die berg is bijvoorbeeld bij de uitlaat. Zodanig dat wanneer de zuiger open gaat, dat eigenlijk de uitlaat veel sneller zijn weg naar de uitlaat vindt. Nu, een motor, een tweetaktmotor, is hierdoor eigenlijk luider dan een viertaktmotor. Dus weet dat. Dat is de reden dat tweetaktmotoren veel meer lawaai maken. In theorie is die twee keer zo luid, maar weet gewoon dat dat luider is. Dat is de reden dat ze luider zijn, omdat ze elke neerwaartse slag, zoals jullie zien, elke neerwaartse beweging is een arbeidsslag. Dus is er een ontsteking. Dat is belangrijk aan een tweetaktmotor. Dus ook een groot voordeel van een tweetaktmotor, dat is, een tweetaktmotor is een derde lichter, dus heeft qua massa is een derde lichter dan viertakt, min of meer. Dus tweetaktmotoren, omdat ze natuurlijk ook geen olie bij hebben en het is veel simpeler gebouwd, die zijn ongeveer een derde lichter dan dezelfde motor, maar dan in viertakt. Ik denk 2,5 pk tweetakt Mercury was, ik denk een 13 kilogram, als ik het mij herinner. En bijvoorbeeld een viertakt Mercury 2,5 pk was, die was 17 kilogram. Dus dat is voor hetzelfde aantal pk, is dat uiteraard een verschil in massa. En dat was droge. Dus dat was een droog pk-aantal, dus zonder olie nog in, bij de viertakt. Hè. Dus dan heb je plots een viertaktmotor die, als er een liter olie in zit, weegt die meer. Hè. Dus weet dat. Nu, je ziet hier ook, hier zit een klepje. Dat is voor eigenlijk voor de inlaat van de brandstof. Dat eigenlijk elke tweetaktmotor die bestaat, zoals jullie eigenlijk hier merken, die zuigt altijd zijn brandstof langs deze passage, langs onderen aan, alleen om te kunnen smeren. Dus elke benzine tweetaktmotor doet dat langs onderen, om te kunnen smeren. Hè? Om die smeerolie die samen zit in de benzine gemengd, dat die kan aangezogen worden, dat die alles kan smeren. En eigenlijk ben je puur bezig met de passages, de manier hoe dat je de passages aligneert, van hoe dat die werken. Nu, pas op, een tweetaktmotor kan ook een uitlaatklep hebben. Hè. Er zijn ontwerpen erbij die dat hebben. Hè. Maar inlaat gebeurt altijd bij elke tweetakt benzinemotor langs onder. Alleen voor heel de boel te kunnen smeren. En je ziet ook twee zuigeringen hè, hier op de zuiger staan. Hè. Zoals ik daar straks zei. In de vorige video. Hè. We hebben maar twee zuigeringen bij tweetakt benzine.
Het grote voordeel van een tweetaktmotor benzine is, dat is een zeer eenvoudige motor die heel makkelijk in beweging blijft. Want elke neerwaartse beweging is een arbeidsslag. Dus dan wordt er energie op de krukassier beneden gezet. En dat is een heel groot voordeel. Maar het heeft wel een hoger brandstofverbruik in realiteit. Ik ken zo iemand die dat heeft en die is jaren bezig geweest met tweetakt. En momenteel ook met de hogere benzineprijzen is hij echt gaan zeggen, ja, die had een tocht gevaren met enkele vaarvrienden. En die hadden min of meer dezelfde boot en motor zoals hem in aantal pk's. Maar op het einde van de rit merkte hij dat hij veel meer verbruikte. En dat hij ook zei van, ja, dit is toch wel niet oké, want ik kan zoveel benzine niet meenemen, dus mijn range, mijn afstand dat ik kan varen, is veel kleiner. Dus weet dat tweetaktmotoren veel minder zuinig zijn met brandstof dan viertaktmotoren, met een carburateur bijvoorbeeld. Hè? Dus wanneer dat we die twee naast elkaar zetten. Nu ook nog iets belangrijk wat ik kwijt wou over 1/3 lichter. Dat is ook niet makkelijk voor transport. Dat is ook makkelijker voor transport. Maar stel je voor, jij koopt vandaag een boot en jij weet dat dat een boot is waarop dat vanachter de transom, dus vanachter de spiegel, is gebouwd origineel voor tweetaktmotoren. Weet dat die gebouwd zijn voor tweetaktmotoren. Als de spiegel origineel, zoals een C-Ray, is gebouwd voor tweetaktmotoren op te hangen en je wilt daar een viertaktmotor op hangen, versterk die dan. Want die viertaktmotor die weegt echt meer. En zeker de hogere pk's, 30, 40 pk, 50 pk enzovoort, die wegen echt veel meer tegenover een tweetaktvariant. Dus weet dat, dat je die spiegel moet gaan versterken om er een viertaktmotor te kunnen opbrengen. Want dan zou je toch wel schade kunnen hebben aan die spiegel. Dat die spiegelscheuren begint te vertonen enzovoort. Smering verloopt via benzine met aangepaste smeerolie. Ofwel wordt het in de benzinetank zo gedaan, dus dat eigenlijk er op voorhand voor leren dat de benzine in de benzinetank gaat, dat alles wordt gemengd met smeerolie, speciale olie. Daar kan je geen normale motorolie in doen. Maar dat alles op voorhand wordt gemengd met elkaar. Dat wordt er ingegoten in de benzinetank en dat ga je dan verbranden. Of bijvoorbeeld dat er een automatische smering op staat, dat bekijken we bij brandstof. Maar je ziet, tweetaktmotor, zeer simpele motor, kan zeer weinig aan miskomen. Jammer genoeg dat het een groter verbruik heeft en uiteraard voor het milieu is het ook niet echt het beste, om de heel simpele reden dat je ook heel actief gigantische grote hoeveelheden olie gaat verbranden. Hè. Dat is ook de reden dat in Europa bijvoorbeeld tweetaktmotoren nieuw niet meer mogen worden op de markt gebracht. Weet dat. Hè. Maar dat is op zich een heel simpel systeem dat heel goed en betrouwbaar is. Benzine viertakt... Dat is ook een benzinemotor, maar je ziet al meteen dat er al wat verschillen zijn. Hè? Dus je hebt nog altijd hier boven de bougie zitten, die onze ontsteking gaat doen. Die gaat onze ontsteking doen. Maar alles werkt in vier slagen. Hè? Dus viertakt, vierslag. Dus inlaatslag, compressie, expansie, uitlaat. Dus dat is eigenlijk hoe dat het werkt. Dus hier hebben we de carburateur, daar gaan we het niet over hebben. Maar hier komt onze brandstof binnen. Dan gaan we, hier brandstof komt erin, we gaan samendrukken, we gaan ontsteken. En we gaan dan onze uitlaatklep open doen. Dus er zijn twee slagen meer. Je ziet hier ook het olie in het karter zitten, dus we hebben hier wel olie. Dus je hebt twee slagen meer, dat heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadeel. Dus inlaat, compressie, expansie, uitlaat. Expansie, ik noem dat ook de ontstekingsslag. Dat is eigenlijk het moment dat er arbeid wordt gegenereerd hier op de krukas. Dus nu, inlaat, compressie, expansie, uitlaat. Inlaat, compressie, expansie, uitlaat. Inlaat,
compressie, expansie, uitlaat. Dus jullie zien, dat is, dus zo wordt dat geregeld en daar heb je sowieso die kleppen dan voor nodig om dat te regelen. Het zijn ook veel stiller, die motoren. Maar natuurlijk, als er iets fout gaat en je hebt bijvoorbeeld een slecht lopende motor, gaat die veel minder snel goed lopen. Hè? Dus als er een probleem is, die lopen niet zo makkelijk op dat moment. En dus het karter bevat de motorolie voor smering en we gaan ook niet meer actief motorolie verbranden. Hè? Dus ons doel is hoe minder motorolie dat we verbranden, hoe beter, langs de ene kant. Nu, gaan we altijd een klein beetje motorolie verbranden? Ja, maar hoe minder hoe liever, zolang dat alles maar gesmeerd loopt, dus er is een duidelijk verschil tussen die twee. Tussen 2-takt en 4-takt benzine. Dus de mengeling die hier binnenkomt, dat is puur lucht plus benzine, dus ervan uitgegaan dat dat het correcte aantal hoeveelheid mengeling is, die je nodig hebt voor een goede en voor een goede ontsteking te hebben, voor een mooie verbranding te hebben. Dus die komt hier binnen. Dus we hebben geen extra smeerolie dat mee hier binnenkomt. Oeps. Ja, dus we hebben geen extra smeerolie dat hier binnenkomt. Eigenlijk, dit is ook simpel, maar je ziet meer complexiteit. Hè. We moeten verplicht hier twee nokkenassen hebben, of één nokkenas die dan de twee bestuurt. In dit geval hebben ze twee nokkenassen gekozen. Dus meer complexiteit, maar uiteraard, als alles werkt zoals het moet werken, zou dat allemaal geen probleem mogen zijn. En dus je ziet hier ook het werken van de zuiger, hier het werken van de kleppen, je ziet de veer van de kleppen, dat de veer echt zorgt voor de goede afdichting van de kleppen in totaal. Hè. Dus je ziet hier, het is hier de nokkenas die duwt de klep open. Maar eigenlijk, als die veer niet zijn werk meer goed doet, ja, dan kan die ook niet meer goed sluiten. En dan kan je compressieverlies hebben. Dus, nogmaals, inlaat, compressie, expansie, uitlaat. Hetzelfde. En bij diesel is het min of meer hetzelfde. Eigenschappen diesel. Nu, diesel doet dan zelf ontbranding, dus we hebben geen ontsteking niet meer nodig. Toch geen ontstekingssysteem. Maar diesel, ons probleem met diesel, dat is, diesel is niet licht ontvlambaar en niet vluchtig. Dus als je een druppel diesel ergens in doet, ja, die druppel die gaat min of meer hetzelfde blijven. Dus dat is een eerste grote probleem met dieselmotoren. En dat hebben ze doorheen de geschiedenis lang gevoeld. Daar gaan we het meteen over hebben, wat dat ze daar allemaal hebben voor moeten uitvinden om diesel eigenlijk in kleinere motoren bruikbaar te maken, doorheen de geschiedenis. Dat is, diesel doet aan zelfontbranding. Nu, zelfontbranding, dat wil ook zeggen dat we hogere compressies nodig hebben, dus meer compressie. Hè? Want we moeten die dieselolie, om het zo te zeggen, die moeten we goed kunnen samendrukken. Als we dat niet kunnen... Ja, als we dat niet kunnen, dan zijn we gezien. Hè? Want dan ontbrandt de diesel niet. Dus dat is een probleem. Voorafvloei bij koude temperaturen is vereist. Nu, dat hangt er weer vanaf. Direct, indirect, die dieselinjectie, dat hangt er vanaf. Maar in het algemeen, stel je voor dat je een dieselmotor, maakt niet uit of dat direct of indirect is, en je wil die starten bij bijvoorbeeld vriestemperaturen, dat gaat heel moeilijk tot niet gaan. Dat gaat even starten worden. Daarom hebben ze ook wel een gloeibougie uitgevonden. En die dient eigenlijk om de verbrandingskamer of de voorverbrandingskamer voor te verwarmen. Nu, diesel, omdat het uiteraard uit zichzelf moet ontbranden, hebben wij niets om de ontsteking te controleren. En dan is het altijd handig om even de cilinder, elke cilinder voor te verwarmen, om eigenlijk ervoor te zorgen dat die diesel uit zichzelf goed en volledig ontbrandt. Als je dat niet doet, dan ontbrandt die niet goed en volledig, en dan heb je een probleem. Want dan kan het zijn dat de motor uitvalt, omdat je eigenlijk niet genoeg energie uit die slag haalt, uit de arbeidsslag, om eigenlijk de motor in beweging te houden. Of bijvoorbeeld als je arbeid dan op de motor, op de uitgaande as gaat zetten, dat de motor uitvalt omdat hij niet genoeg energie uit zijn proces kan halen, omdat hij niet volledig verbrandt. Dus
Temperatuur is afhankelijk, zeker als je koud start. Minimale compressie 275 psi, 19 bar. Is dat het kan oplopen tot 400 psi. Hè? Dus dat is al een pak meer. Hè? Dus je weet dat, minimale compressie ligt daar ergens rond. Nu, als jullie die compressie moeten weten, net zoals bij benzine, van jouw motor, hoeveel dat dat ongeveer moet zijn, ga in de handleiding kijken. Hè? Dus kijk in jouw werkplaatshandleiding of jouw gebruikshandleiding hoeveel compressie dat jouw motor eigenlijk wel nodig heeft. Maar je ziet, bij diesel zit die veel hoger. En dat gaat ook uiteraard problemen geven en beperkingen geven aan onze motor. Nu, een viertakt diesel, eigenlijk doet dat min of meer hetzelfde als benzine. Maar wat is wat is nu het verschil? De injectie van de dieselbrandstof gebeurt eigenlijk min of meer op het moment dat er eigenlijk een ontsteking moet gegeven worden. Dat is dan met die opvoerpomp, een speciale injectie-opvoerpomp. Eigenlijk, dus dit is, vooraleer dat we verder gaan, dit is directe injectie. Dat is belangrijk dat je dat weet, dus dat wil zeggen dat we direct de brandstof injecteren in de cilinder, in de verbrandingskamer. Straks bekijken we het verschil met indirecte injectie, wat eigenlijk al een veel langere geschiedenis kent. Dus bij diesel, wat er gebeurt is, ik ga even wachten, nu doet hem zijn inlaatslag, dus hij gaat lucht binnennemen, gaat die comprimeren, en gaat dan ontsteken, zoals jullie zagen, en die ontsteking, dat is eigenlijk diesel die op dat moment geïnjecteerd wordt in de verbrandingskamer, op het moment dat eigenlijk de compressie volledig dicht staat. He, dat die volledig onder compressie staat. En daardoor stijgt de temperatuur zo hoog dat eigenlijk die diesel zichzelf gaat laten ontbranden. He, dankzij druk kan je temperatuur doen heel kort, heel krachtig doen stijgen bijvoorbeeld. En zo ontbrandt diesel. He. Ontbranding, dan krijgen we de arbeidsslag en dan de uitlaatslag. Dezelfde inlaat, compressie, expansie, uitlaat, inlaat, compressie, expansie, uitlaat. He, dus zoals jullie kunnen zien, dat werkt op dezelfde manier als bij benzine, alleen zitten we met diesel dat zichzelf ontbrandt. Nu, weer vier slagen, hetzelfde principe zoals bij benzine. Nu, bij de inlaatslag, dit is een belangrijk verschil, wordt er enkel lucht in de cilinder gelaten. Dus niet meer met diesel. Dus diesel wordt hier niet doorgestuurd. Dat komt omdat diesel niet vluchtig is. Dat is de reden waarom dat men bij diesel sowieso aan injectie doet. Dus bij diesel altijd injectie. Zeker in de kleinere motoren, altijd injectie. Dat gaat gewoon niet doorheen. De geschiedenis zijn er wel technieken geweest, maar dat is zo op industrieel niveau dat die er zijn geweest. Maar diesel, altijd injectie. Altijd. Kan er niet meer rond. Dus er wordt enkel via de inlaatslag hier pure lucht met zuurstof naar binnen gelaten. Dus het is zeer belangrijk dat je dat snapt. Dieselmotoren die zijn zeer zuinig tegenover benzinemotoren. En dat komt omdat ze eigenlijk dankzij die zelfontbranding ook de arbeid die zij eruit halen, dat is hetgeen dat zelf ontbrandt, om het zo te zeggen. Het is niet dat je afhangt van een ontsteking die op een centraal punt start en die moet eigenlijk, zoals een kettingreactie, moet uitgebreid worden. En dat maakt dieselmotoren enorm zuinig. Je injecteert enkel hetgeen wat je nodig hebt en meer is dat niet. Hè? Dus dieselmotoren zijn vrij zuinig. Bijvoorbeeld een dieselmotor die aan 6 knopen in traagvaart loopt, kan zijn dat die maar 2 liter diesel op een uur verbruikt. Tegenover als je datzelfde met een benzinemotor van hetzelfde aantal pk doet, kan het goed zijn dat die benzinemotor 6 liter op een uur verbruikt. Dus weet dat. Dat is een verschil. Dat is een echt enorm verschil. Nu, let op, diesels zijn ook trage motoren. Standaard zijn dat trage motoren. Nu, je kan zeggen, waarom zijn diesels trage motoren? Nu, omdat er zo hoog moet gecomprimeerd worden, omdat er zo'n hoge compressie nodig is in die cilinder, heb je ook veel zwaardere onderdelen. Zwaardere zuigers, zwaarder motorblok, om dat allemaal te kunnen doen. Veel zwaardere onderdelen, wat het ook traag maakt.
Hè? Dus dat maakt het allemaal zwaarder, dus meer lastig om die motor voor te draaien. Maar, en dat is ook nog een heel belangrijk ding over diesel. Dieselmotoren, die halen het meeste arbeid uit hun energie. Dus die halen het meeste energie, hè? Dus het meeste arbeid halen die op lagere toerentallen. Dus daaruit halen die hun arbeid eigenlijk. Dus wanneer dat diesel hogere toerentallen begint te draaien, dan gaan, dat gaat omdat, ja, met die massa van die heel de hoop eigenlijk, ja, dat gaat moeilijker gaan. Dus vooral op lagere toerentallen haalt diesel haalt zijn arbeid daaruit. Dus echt waar. Dat is, dat maakt dus de arbeidsintensieve dingen, daarom dieselmotoren, tractors, waarom tractors, dat zijn allemaal dieselmotoren, die gaan maar, de meeste tractors gaan maar tot 2600 toeren, ook de moderne tractors, waarom? Omdat als je daarboven zou gaan, dan zou je een enorm verlies hebben aan kracht. Dus weet dat, daarom zijn dat zo'n lagere toerentallen. Nu, met drukvulling kan dat veranderd worden door het turbo, waardoor dat diesel nog sneller zou kunnen draaien dan benzine. Maar dat is voor een andere keer. Ik weet niet dat ik over drukvulling het ga hebben in deze serie. Als jullie dat willen, moeten jullie dat maar vragen. Maar normaal gezien in de boten drukvulling, zoals turbo's enzovoort, wordt niet heel erg veel bij mijn weten gebruikt. Het kan zijn de laatste jaren dat het meer en meer opkomt, maar als jullie dat willen, laat dat dan maar weten. Beperkt toerental, zoals ik al zei. 2300 sommige motoren. 2600 sommige motoren. Het is echt... ja, dat is een nadeel van diesel. Maar uiteraard, de meeste arbeid krijgen die uit hun lagere toerental. Dan zijn ze het krachtigste. Kort, maar krachtig. Nu, dan gaan we het hebben over direct versus indirect. En wat is dat directe injectie en indirecte? Directe injectie, diesel wordt rechtstreeks in de verbrandingskamer gespoten. Nu, er zijn wat problemen mee. In het verleden, ik ga jullie dat uitleggen, hoe dat komt. In het verleden, en dat, daar bedoelen we begin de jaren 1900... wat was er gebeurd? We hebben de industriële revolutie gehad en dan hebben we Rudolf Diesel gehad die met de dieselmotor op de proppen kwam. En wat was... Maar we hadden ook Otto en Otto die had de benzinemotor. En in het begin voor de kleinere motoren, wat was populair? Benzine. En hoe kwam dat? Omdat eigenlijk wanneer ze toen, waren er veel injectietechnieken, maar... Het grote probleem in die tijd was, wanneer je een kleinere motor had en je ging daar directe injectie op zetten, hardwarematige injectie, met zelf een pomp die die injectie doet, dan eigenlijk, wat ontdekten ze? Men ontdekte dat eigenlijk de verbranding zeer onvolledig was in die kleinere cilinders. Hè? Wat bedoel ik met kleinere motoren? Dezelfde motoren die vandaag de dag in jouw boot en jouw auto liggen. Hè? Dus met grote motoren bedoel ik dieselmotoren op industriële schaal, hè, dus gigantische motoren, daar ging dat nog op. Maar het is op die kleine motoren, die kleine dieselmotoren, dat directe injectie eigenlijk toen zeer slecht werkte. En ze kregen altijd maar onvolledige verbrandingen en dat maakte eigenlijk zo'n dieselmotor zeer onbetrouwbaar. En je kan zeggen tegen mij, wel... Waar in de geschiedenis kunnen we dat terugzien? Je moet dat eens opzoeken, de onderzeeërs van het Britse Rijk, van Groot-Brittannië. Begin jaren 1900, in de meeste onderzeeboten van de Britten, zat een benzinemotor. En waarom zat die benzine? Zoals een 140 pk benzinemotor. Maar ja, benzine is zeer vluchtig, dat is gevaarlijk in een onderzeeër. Maar de enige reden waarom dat die erin zaten, is omdat die dieselmotoren toen nog niet draaiden. Zoals dat het moest. Directe injectie, hardwarematige injectie, het ging niet goed. In kleinere motoren, in kleinere cilinders. En dat kwam omdat eigenlijk de verstuiving niet genoeg was. En zoals ik al zei, diesel is niet licht ontvlambaar. Dus, probleem, diesel dat niet licht ontvlambaar is, het grote probleem is,
Sorry, diesel is niet alleen licht niet licht ontvlam, maar het is ook niet vluchtig. Dus dat wil zeggen, het gaat niet snel overgaan in gasvorm. Dus als je een druppel letterlijk spuit in die verbrandingskamer, die druppel gaat min of meer willen samenblijven. Dus die injector, die moet eigenlijk meer gaan verstuiven. Dus een moderne, de meeste moderne auto's, bijna alle moderne auto's, dieselauto's, die hebben allemaal directe injectie. Maar dat is allemaal mogelijk gemaakt dankzij heel veel elektronische toepassingen en moderne toepassingen voor de druk op te voeren. Dus zo'n moderne injector, die heeft enorm veel verantwoordelijkheden. Als daar iets fout aan is, ja, dan loopt je motor niet. Dus die moet kunnen verstuiven, ook op een directe injector zit de voorgloeiing enzovoort. Indirecte injectie, wat is dat? Dat is dit tekentje hier rechts onderaan. Dan gaat men, dan heeft men begin jaren 1900 heeft men de komeetbol uitgevonden. Nu, de komeetbol, wat is dat? Of men noemt dat ook wel de voorkamer of voorverbrandingskamer. De injector, de hardwarematige injector, injecteert eigenlijk in de komeetbol. En zoals jullie kunnen zien, er wordt lucht gelaten in de cilinder. En dit is jammer aan dit tekeningetje. Je ziet de cilinder niet echt goed. Maar eigenlijk, die komeetbol staat rechtstreeks in verbinding, open verbinding met de cilinder. En wat gebeurt er eigenlijk? Dankzij die komeetbol, dus de lucht dat hierin stroomt, er wordt diesel geïnjecteerd. Dankzij die stroom van lucht, dat er op dat moment inkomt, gaat de dieseldruppel, om het zo te zeggen, of de dieseldruppels, die gaan zich veel beter vermengen met de lucht. Dat is hun oplossing geweest. Veel beter vermengen met de lucht. En als dan de compressie hoog genoeg is dat hij overgaat tot zelfontbranding, dan is de diesel en lucht wel goed met elkaar gemengd. En op dat moment ga je wel een volledige verbranding krijgen, waardoor de motor wel betrouwbaar en soepel loopt. Dat is eigenlijk hun oplossing toen geweest. En dan zie je sinds een bepaald jaartal gebruiken ze wel kleine dieselmotoren. 140 pk, 200 pk, enzovoort. Dan zie je dat. Maar het is van toepassing op oudere, veel oudere motoren. Ook vandaag de dag heel veel oudere bootmotoren die rondvaren, die hebben dit. Een komeetbol. Nu, de komeetbol heeft veel voordelen. Je moet ook gloeien. En ook de voorgloeiing zit in de komeetbol zelf. Dat is wel iets interessants dat je moet weten. Dus eigenlijk, alles gebeurt bij zo'n oudere motoren in de komeetbol, of de voorverbrandingskamer, of hoe dat je het ook wil noemen. Dus alles gebeurt daarin. Dus hier gebeurt, en dat staat in contact met de verbrandingskamer, die dan eigenlijk, waar dat de verbranding als een kettingreactie, wosh, door eigenlijk gaat. Hè? Maar ook de voorgloeiing gebeurt in de komeetbol, want daar wordt het geïnjecteerd, dus daar wordt de lucht gemengd, dus daar moet alles op temperatuur zijn om te kunnen ontbranden. Hè. Dus weet dat het zo is. Het is ook zo, indirecte injectiediesels, die kunnen beter lagere temperaturen weerstaan zonder voorgloeien. Dat is ook een heel interessant weetje. Ik heb dat in de praktijk zelf ook heel veel ervaring mee gehad. Tegenover, je moet dat maar eens doen, zonder voorgloeien. Een directe injectie diesel starten, dat is echt een ramp. Dat is, hij gaat starten, maar hij gaat hobbelen van links naar rechts van de onvolledige verbranding. Terwijl een indirecte injectie, die kan meer hebben. Pas op, als we over vriestemperaturen spreken, moet die ook voorgegloeid worden, want dat komt anders ook niet goed. Maar, ik zeg het er maar bij, dat is redelijk interessant. Ja, meer hierover in brandstofsystemen, injectie enzovoort. Nu, nog iets waarover we het gaan hebben. Dat is een heel belangrijke vraag. Zowel op diesel als vooral benzinemotoren. Als we het gaan hebben over het motorblok, geeft een goede compressie een garantie? Want dan hoor ik veel van jullie zeggen, oké, compressie is heel belangrijk. Maar geeft dat garanties, hè, voor scheuren in een motorblok bijvoorbeeld te ontdekken? Wel, het korte antwoord is nee. Het geeft bepaalde garanties, maar zeker niet alles. En dat is, een compressietest garandeert enkel de kwaliteit van de cilinders en de onderdelen die eigenlijk uw cilinders afsluiten. Hè, uw zuigers, uw zuigeringen, uw kleppen. Dat is eigenlijk hetgeen wat belangrijk is.
bij een compressietest. Hè. Zodanig halen we de compressie in de cilinder. Maar het is niet omdat een compressie wordt gehaald dat er geen scheur in het motorblok kan zijn. Dan is dat bijvoorbeeld een scheur. Hè. Dan is dat bijvoorbeeld een scheur die bijvoorbeeld tot in de oliepassages gescheurd kan zijn. En dat er bijvoorbeeld water van de koelkanalen bijvoorbeeld terechtkomt in de olie. Hè. Er is ook nog een hele weg hoe dat in je cilinders kan belanden. Dat is een hele weg, maar het is blijkbaar toch wel een zeer veel gebruikte weg soms. Dus je kan nog altijd vriesschade niet, lang niet altijd detecteren, dus met een compressietest. Weet dat. Als je weet dat je op zoek bent naar tweedehands een motorblok die dat last heeft van kapot te vriezen, ja, dan weet je dat je problemen kan hebben. Hè. Dus weet dat je niet alles kan zien. Dat je echt bijna het motorblok uit elkaar moet nemen, dat je de inlaat, het inlaatspruitstuk bijvoorbeeld moet echt wegnemen om scheuren te kunnen zien, en dan nog. Hè. Dus weet dat. Het kan wel een goede indicator zijn. Kijk, een compressietest is niet nutteloos, hè. Als je een compressietest, als die faalt of er is iets fout, dat wil zeggen dat er iets fout is, hè? Sowieso. Hè? Maar dan is het vaak iets te maken met de verbrandingskamer, iets dat niet goed afsluit enzovoort. Dus weet dat. Het kan een goede indicator zijn. Hij gaat sowieso indiceren, is er iets fout, is er iets niet fout, maar het is niet omdat een compressietest goed is, dat er niets aan het motorblok is. Dus dat is belangrijk. Koolstofopbouw, dat is ook nog iets waar we het kort gaan over hebben. Het is eigenlijk bijna afgelopen, hoor. Dus geen nood. Koolstofopbouw, dat is redelijk normaal. Oeps, ik ben dit vergeten te animeren. Geen probleem. Dat gebeurt eigenlijk sowieso bij elke motor, koolstofopbouw. En dat is normaal. Elke motor, elke verbrandingsmotor gaat koolstof in zijn cilinders opbouwen. Maar. Er zijn situaties waar dat je heel goed mee moet oppassen. Dit is ook, koolstofopbouw is ook de reden dat je een motor niet voor langdurige tijd in vrijloopuren aan een stuk mag laten draaien. Omdat eigenlijk er dan meer koolstof opgebouwd wordt dan dat er koolstof afgevoerd wordt of verbrand wordt of losgerukt wordt in het verbrandingsproces om eigenlijk zo buiten te gooien. Hè. Dat moet gecontroleerd blijven, een koolstofopbouw. Hè. En daar moet je echt voor kijken in de handleiding van jouw motor. Elke motor heeft een toerental of hoger, waarbij het koolstofopbouw makkelijker loskomt. Nu, koolstofopbouw is ook een groot probleem voor de kleppen. Dus dat kan leiden tot een compressieverlies. Bijvoorbeeld als er olie terechtkomt op de bovenkant van de kleppen. Bijvoorbeeld bij de inlaatklep. Ja, dan het grote voordeel is, bijvoorbeeld bij benzinemotoren, met een carburateur, dat is dat bij poortinjectie, dat gaan we allemaal zien in brandstofsystemen, poortinjectie, dat is dat er dan ook over die kleppen benzine komt. En benzine, dat cleant een beetje, dat kuist een beetje. Hè. Dat is een beetje zoals white spirit. Dat kuist, dat veegt, dat die dingen ook schoon. En dan boven een bepaald toerental ga je zoveel inspuiting hebben dat eigenlijk het koolstofgehalte daarop kan worden gedaald. En dat koolstof kan ook komen door verbrande olie. Kan. Dus het is zeer belangrijk dat je olie altijd elk seizoen minstens één keer ververst. En als je denkt dat de olie wat aan de slechte kant is, ververs die. Daar kan je echt veel problemen mee voorkomen. Want als dat begint te verkolen en wat te kristalliseren, wordt dan koolstof. En het is zo dat je eigenlijk de kleppen niet meer goed afsluiten. Hè? Dat je eigenlijk een compressieverlies krijgt. Dus weet dat. Hè. Dus check, kijk de handleiding, de gebruikshandleiding, vaak vind je dat al in de gebruikshandleiding, van welk is het toerental van jouw motor voor koolstofopbouw zo goed mogelijk tegen te gaan. Ik ben niet zeker. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur steken, maar ik denk de Mercruiser 3.0, dat een van de benzinemotoren was, die het meeste last had van koolstofopbouw. Ik ben niet zeker, ik durf daar heel eerlijk, maar ik heb iets gelezen daarover, over mensen die een haven hadden, die iets verder was van een snelvaartzone, en die moesten lang in traagvaart varen, en daardoor was er op korte tijd een enorme opbouw van koolstof. En er waren zelfs, omdat dat zo ver was, momenten bij dat ze eigenlijk
altijd maar in traagvaart met die motor blijven varen. En ze moesten, denk ik, rond de 4000 toeren toch wel zoveel minuten minstens varen om die koolstofopbouw eens een keer volledig kwijt te raken. Hè. Dat is ook de reden dat men ook vaak adviseert om iets hoger met snelle motorboten, bijvoorbeeld iets hogere toerentallen te draaien op het einde van een vaardag. Of toch tot het toerental dat de koolstofopbouw buiten gegooid wordt. Het kan leiden tot compressieverlies, kan nog tot andere kleine probleempjes leiden. Maar het probleem is, dat is altijd klasse 3, dus dan moet bijna de halve motor uit elkaar voor die problemen op te lossen. En dat maakt het zo'n lastige zaak. Nog een ding over wat we het gaan hebben, ik denk dat dat een van de laatste dingen is hoor. Dat is de hydrolok of de hydrolok. Hydrolok, wat is dat? De motor die blokkeert door een vloeistof in de cilinders. Dus dan creëer je overcompressie. Dat is niet goed. Wij hebben dat in het echt ook meegemaakt. Nu, daar zijn verschillende redenen voor waarom dat zou gebeuren. Dus je hebt hier... Wacht even, mijn muis... hier is hij. Dus je hebt hier je cilinder. Stel je voor dat er vloeistof binnenkomt, zoals water of iets vloeibaars. Ja, dan krijg je een overcompressie. Overcompressie is super gevaarlijk. Het kan dodelijk zijn voor alle onderdelen die de verbrandingskamer afsluiten. Het kan dodelijk zijn voor kleppen. Maar vooral drijfstangen, die gaan eraan stuk. Er zijn drijfstangen die gewoon eigenlijk schuin staan, die gebogen staan van een overcompressie door een hydrolok. Dus op het moment dat je een hydrolok krijgt, ga je echt wensen dat je een oude versleten motor hebt. Alleen maar dat eigenlijk het meeste water tijdens de overcompressie of het meeste van die vloeistof liever in het karter van het oliekarter terechtkomt dan dat het eigenlijk geblokkeerd zit en dat jouw drijfstangen stuk zijn. Hè, dat die eigenlijk gebogen staan. Wij hebben daar toen veel geluk mee gehad. Bij ons was er geen schade en er is een reden waarom dat wij weten dat er geen schade is, die ga ik meteen meegeven. Het kan passief zijn, dus hoe kan je zo'n dingen krijgen? Passief, wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld te veel mensen van achter op de boot, waardoor dat eigenlijk de boot bijna onder staat en dat er zo via de uitlaten water in de uitlaten terechtkomt en dat komt terecht dan op de plaats waar dat geen water hoort te zitten. En dan elke keer wanneer de uitlaatklep open gaat, gaan de warme, hete uitlaatgassen naar buiten en komt in de plaats het water in de cilinder. Gebeurt. Dus dat is een passieve hydrolok. Dus zorg ervoor dat de terugslagkleppen bijvoorbeeld dat die goed zijn, dat die goed werken. Hoe kan je dat nog krijgen, een passieve hydrolok? Je bent aan het snel varen of iets sneller aan het varen en dan gooi je de motor uit. Dus in plaats van neutraal te zetten en de motor laten draaien, nee, je zet het contact af. Dan loopt het water gewoon hoep via de uitlaat, hup, in de motor en ook die hitte, die zuigt dat dan nog weer eens aan. En er zijn ook heel veel cases van waaruit het fout kan gaan. Dat zijn eigenlijk meestal de passieve hydrolocks. Wat kan het ook nog zijn? Door een scheur, bijvoorbeeld in de uitlatenscheur, of een scheur in het motorblok, dat er via de oliepassages zo water op de een of de andere manier in de cilinders geraakt, zoals via de kleppen enzovoort. Kan allemaal. En vaak wordt het dan opgebouwd. Maar een scheur in de uitlaten, dat is bij heel veel gietijzeren motoren een heel probleem. Dus die uitlaten gaan vaak ook maar een beperkt aantal jaar mee, vooral bij merkcruiser. Gaan die maar tot 5 jaar op zoet water mee en 2 tot 3 jaar op zout water geeft men die vaak. En ja, dat is ook een groot probleem. En dan is er een scheur en dat drupt altijd meer en meer water, want een beetje water kan een motor hebben, zegt men vaak, en dat klopt ook. Maar dan ineens lopen de liters water erdoor, zeker na een wintertje staan, want dan wordt de scheur groter en groter. En plots loopt het water, zeker wanneer dat die snelvaart probeert te raken, wordt het koelsysteem onder druk gezet en dan door de impeller en dan loopt het water wel eens in die cilinders en dan blokkeert het. Of een foute procedure, wat zijn de bekende foute procedures? Vooral bij jets, dat gaan we ook bekijken in aandrijving. Jetboten, jetskis, wat hebben we allemaal? We hebben
waterscooters. Als je een jetnozzle hebt, wat is het probleem? De jetnozzle zorgt bij het koelsysteem voor de onderdruk die dan het water door het motorblok laat, laat stromen. Maar als je die droog wil starten, voor maar enkele minuten, dan moet je eerst de waterkraan dicht laten, die dan op een speciale aansluiting zetten op de boot. Soms is dat achteraan, soms is dat van voor of op de motor ergens, om de motor te kunnen koelen. Maar dan mag je de waterkraan nog niet open doen. Dan moet je die eigenlijk starten, dan moet je de jetmotor, hè, dan moet je die motor starten en dan heb je 10 tot 15 seconden om de waterkraan open te zetten. En als die waterkraan dan eenmaal open staat dan, en de motor loopt, dan mag die dan enkele minuten maximaal draaien, want er zijn ook andere onderdelen, vooral wanneer dat de as door de romp gaat, die dat eigenlijk meer water nodig hebben als koeling en een klein beetje smering. Maar in ieder geval, als je die dan wil terug uitschakelen, die jetmotor, dan moet je eerst de waterkraan dichtgooien. Dan ben je best dat je even gas geeft, kort tot 4000 toeren, om zeker te zijn dat je met de uitlaat even, de uitlaatdruk, zoveel mogelijk water uit de uitlaat blaast. En dan meteen de motor aflegt. Dat is eigenlijk een correcte procedure voor zo'n jetnozzle. Doe je dat anders, zet je het water aan, ja, dan loopt het water gewoon zo via die uitlaat rechtstreeks in de cilinders, omdat er geen druk is door het uitlaatspruitstuk. Dat is weer een speciaal ontwerp. En daardoor gaat het bij veel mensen fout. En als je die procedure niet volgt, ja, dan zit er water in de cilinders. Nu, wat moet je doen als je dit voor hebt? Motor zo snel mogelijk terug in beweging zetten. Dus zowel met jets als... Waarom? Omdat als je water in cilinders hebt gekregen, dan wil dat ook zeggen dat er corrosie gaat beginnen ontstaan. Hè? In jouw cilinders. Dat wil je niet. Die wil je zo snel mogelijk weg hebben. Dus je wilt zo snel mogelijk ook... Je gaat ook zien als je dan een compressietest doet, voordat je die in werking zet vaak... Die compressietest die gaat niet zo goed zijn. Waarom? Omdat je er ook veel water dan in de olie heeft gezeten. En dat is allemaal door je zuigeringen gedrukt tot in de olie. En als dat door die zuigeringen wordt gedrukt, ja, dan heb je ook niet veel compressie niet meer op je zuigeringen. Hè? Dat water heeft gezien. Maar na een paar keer ronddraaien, dat er weer de oliedruk opgebouwd is, ga je merken dat je compressie dan weer helemaal... terugkomt als alles goed gaat. Maar je moet zo snel mogelijk zo'n motor terug in beweging zetten, ook voor enkele minuten of liefst iets langer, 20 minuten, een half uur, alleen voor even ervoor te zorgen dat voor de corrosie tegen te gaan van het water in de cilinders. En sowieso een compressietest doen voor de zekerheid, dat adviseer ik iedereen, om te zien of dat er geen stangen stuk zijn. Nu, stangen gebogen zijn bijvoorbeeld, of dat er niets anders stuk is. Nu, dat kan zijn dat je dat merkt als zo'n stang gebogen is, dat de motor niet meer wilt ronddraaien. Kan. Kan zijn dat de motor zeer slecht ronddraait, of zelfs niet wil ronddraaien, of dat er gewoon de motor, dat die moeilijk start krijgt. Kan allemaal een teken zijn dat er een stang, of meerdere stangen, eigenlijk schuin staan. Maar een stang die schuin staat, zorgt ervoor dat die minder kan comprimeren. Minder ver kan comprimeren, waardoor dat er sowieso een compressieverlies is. Dus sowieso een compressietest doen voor de zekerheid. Doe die test ook, doe die eens voordat je hem terug in beweging zet en doe die eens nadat die een tijd lang in beweging werd gezet. Doe dat. Hè. Dan zie je meteen dat er iets fout is. Wij hebben daar bijvoorbeeld persoonlijk heel veel geluk mee gehad. Ook omdat de motor en de zuigeringen iets ouder zijn. En we hebben daar veel geluk mee gehad. Maar als je dat voor hebt met een nieuwe motor, dan heb je echt waar, dan heb je een probleem. Dus, ik zeg het maar. Nu, dan zijn we aan het einde van deze video gekomen. Ik ga nog even herhalen, al deze afbeeldingen bijna dat jullie gezien hebben, die komen allemaal bijna van de databank van Wikipedia. Nu, Wikipedia op zich is geen goede bron van informatie, maar ze hebben wel een hele databank, en waar dat heel veel afbeeldingen en animaties in staan, die vrij mogen gebruikt worden, die onder publieke licenties zijn en die daardoor door bijna iedereen ook voor commerciële als niet-commerciële doeleinden mogen worden gebruikt. Dus dat is de reden dat ik bij de meeste afbeeldingen zoals op hiervoor, dit is bijvoorbeeld hier een afbeelding die daarvan komt, en die heel duidelijk dus laat zien wat er gebeurt. Dus vandaar komt het, dit deel is voorbij, we hebben de interne onderdelen gezien van de motor,
Hebben jullie nog vragen of opmerkingen of voorstellen of suggesties of noem maar op. Laat dat maar weten in de reacties onder de beschrijving. En dan is het eindelijk tijd om nog eens afscheid te nemen. Het was een lang hoofdstuk. Ik weet dat voor veel mensen dat dit niet makkelijk is. Maar als je echt iets bij wilt leren, dan is echt deze serie voor jou. Dus, oké. Ik ga niet meer van je tijd verspillen. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.